NEC behaalde onder trainer Ron de Groot de maximale score uit 4 wedstrijden. De uitgangspositie voor het spelen van play-off duels is daarom aanzienlijk verbeterd. Maar door de kleine verschillen op de ranglijst blijft de spanning tot het eind. Trainer Ron de Groot en Joey van den Berg blikken vooruit op de één na laatste competitiewedstrijd tegen de kampioensploeg van Twente. Ik ga eerst even vragen naar jouw bevindingen van de wedstrijd tegen RKC. Daar ben ik benieuwd naar. Ja, eerst zelf was moeizaam. De eerste 10 minuten vooral vond ik dat we zoekende waren. In die fase kregen RKC ook wat mogelijkheden. Nou, daarna pikte het wel aardig op. We kregen zelf ook 3 goede kansen. Tot eigenlijk een kwartiertje voor rust. Dan valt er 0-1 en dan zijn we het even kwijt. Nou, de rust had ook aangegeven dat we wat meer druk vooruit moeten zetten. Dat er eerder een balbezit kunnen komen. Wat meer passie erin gooien ook. Ja, de tweede helft zie je gewoon dat we vrij vlot maken. We natuurlijk de 1-1. Dan maak je goede komen met Okita de 2-1. Daarna krijg je nog heel veel kansen. Dus de tweede helft zag er goed uit, vond ik. Zijn er dan dingen die jij van die wedstrijd hebt meegenomen waar je deze week op doortraint? Of heb je juist vooral voorbereid op FC Twente? Nou, vooral op Twente natuurlijk. Je weet een beetje hoe ze spelen. Ze spelen 2 verschillende systemen af en toe. Ja, dat is afwachten hoe ze morgen komen. Ze hebben natuurlijk het kampioenschap gevierd. Maar dat wil niet zeggen dat ze met de petten naar gaan gooien. Of dat ze misschien veel bier in de benen hebben, zoals de meeste mensen dan zeggen. Maar goed, ze hebben een aardige selectie. Ze zullen met een aardig team starten ook. Is dat zo? Want eigenlijk weet je al een beetje hoe ze gaan spelen. Is het niet zo dat ze misschien jong talent de kans gaan geven? Of heb je al een idee? Nee, dat weet ik überhaupt niet. Kijk, het is de trainer aan die kant die dat bepaalt. En we wachten rustig af en we kijken wel. Het lijkt me dan wel lastig om op zo'n team voor te bereiden, omdat je gewoon niet weet wat je kan verwachten. Ja, ik denk dat wij wel wat kan verwachten, want je weet hoe ze spelen. Je weet hoe ze staan bij balbezit, bij balverlies. Dus daar kun je wel op voorbeduren. Oké, nou, dat is dan deze week vooral gebeurd. Ik ben nog even benieuwd. Joey van den Berg is natuurlijk geschorst, die sprak ik net. Die zal al niet spelen, hoorde ik. Zijn er nog andere wijzigingen in de opstelling? Nee, de 11 van de afgelopen maanden zullen starten. Dus. Nou Joey, ik ga eerst even terug naar de wedstrijd tegen RKC. Wat is daarvan jou best bijgebleven? Je hebt natuurlijk vanaf de zijkant toegekeken. Minder eerste helft, goede tweede helft. En ja, ik denk dat die jongens echt top gedaan hebben tweede helft. En dan zie je gewoon, als je de intensiteit hoog is, weet je, dan ga je die wedstrijd ook winnen. Hebben jullie daar op de training ook op doorgebouwd deze week? Ja, wel een beetje, ja. Want die eerste helft, hoe die terugkomt, dat is wel een beetje, dat is best wel vaak voorgekomen door het seizoen. Dus kijk, dat moet eruit. En we zijn een beetje hardleers, lijkt het. Maar er moet altijd eerst iets gebeuren voordat we gaan reageren, weet je wel. En als we nou gewoon van tevoren het voor elkaar hebben, weet je, dan hoef je jezelf ook niet zo moeilijk te maken. En dat is eigenlijk wel een terugkomend beeld eigenlijk. Over het algemeen, onder Ron de Groot, 4 duels, 12 punten. Dat kan geen toeval zijn, toch? Nou, het brengt altijd wel wat teweeg inderdaad. Alleen om te zeggen dat we er heel veel beters van zijn gaan voetballen, dat valt nou ook wel weer mee. Alleen de resultaten zitten gewoon meer mee. En dan zie je dat je ook gewoon af en toe een beetje geluk moet hebben. Alleen neem niet weg dat het ook vertrouwen geeft, weet je wel, overwinningen. Ja, dat is denk ik een beetje aan de hand. Nou, zei Ron de Groot dat hij wel wat ging veranderen sinds die hier kwam. Zijn er dingen die veranderd zijn waarvan jij denkt, nou, dat heeft wel positieve invloed gehad op de wedstrijden? Nou, ik denk dat ze het gewoon zo simpel mogelijk proberen te maken. En dat wij als voetballers niet te veel hoeven na te denken. Ik denk dat dat ook het beste is. Maar dat is een beetje, de onduidelijkheid probeer je altijd weg te nemen in het druk zetten of in het voetballen. En het zo simpel mogelijk te maken, omdat wij daar blijkbaar gebaat bij zijn dit seizoen. En kijk, iedereen wil mooi voetballen met uitzakken en dit en drukzetten hoog. Maar als het niet lukt, ja, dan moet je dat dus niet doen, weet je. Dat hebben we onder Jack ook wel geprobeerd. Alleen we kregen niet echt grip op. En nu is dat iets duidelijker geworden. Nou kom je tegen Twente, als ik het goed heb, voor de derde keer terug van de schorsing. Is dat anders dan terugkomen van een blessure bijvoorbeeld? Of hoe ga je dan zo'n wedstrijd in? Ja, het is een beetje de situatie waarin ik nu zit. En dat is lastig. Maar het is wel anders dan dat je terugkomt van een blessure. En Ik ga morgen ook niet spelen hoor, dus die jongens hebben het ook gewoon goed gedaan afgelopen wedstrijd. En dan heb je jezelf gewoon ook in de vingers gesneden, weet je. En dat is dus wel degelijk anders dat als je terugkomt van een blessure, want dan weet je dat je misschien een keer minuten gaat maken of wat dan ook. Maar nu ben ik gewoon volledig fit en kijk, ik ben vast nog wel een keer nodig.
Het lijkt me best lastig om je voor te bereiden op een ploeg die net kampioen is geworden. Want volgens mij heb je geen idee wat ze gaan doen. Nou ja, het is of ze zijn nog dronken en ze lopen achter ze voren. Of de druk is eraf en ze spreken vrij uit en ze lopen er dwars doorheen. Weet je? Dus dat is een beetje de situatie waarin we verkeren. En ja, wat ons te wachten staat, dat weten we niet. Maar we moeten vooral naar onszelf kijken. En, kijk, Twente is kampioen geworden, maar is geen wereldploeg, weet je. En dat weten ze zelf ook. Dat hebben ze ook overal geroepen. Dus het is eigenlijk dat de andere clubs het heel slecht hebben gedaan, dat hun kampioen zijn geworden. Daar komt het eigenlijk op neer. En, dus daar valt gewoon echt wel van te winnen. Hoop op goals in de benen dus. Ja. Of Heineken of Dommels. Nou, noem maar op. De tiende. Want het schot van Druijf eindigt op de paal. Start. Het live verslag is te volgen via radio, app en rn7.nl.